In opname. We zijn vertrokken voor een tweede keer in opname. We hebben een kleine wissel doorgevoerd. Herman Maas zit er niet meer bij. We hebben vervangen door iemand anders. En je gaat hem meteen herkennen wie het is wanneer hij spreekt. Dat legt zichzelf straks nog uit. En Matthias Vissers zien we ook terug in deze aflevering. Matthias, waar gaan we het over hebben in deze aflevering? Wel, we hebben vandaag drie interessante topics samengesteld, denk ik. We gaan het hebben over conversational marketing. We gaan het hebben over B2B e-commerce, vandaar onze extra gast. En we gaan het hebben over podcasts. Dat is wel behoorlijk meta, Matthias. Het is behoorlijk meta, maar het kan alleen maar interessant worden. Oké, let's go. We beginnen met onze nieuwe studiogast, dat is Michiel. Michiel de Nijs, leg even uit wie je bent, wat je doet en zo. Hi, ik ben Michiel en ik ben creative director voor het Nederlandse Interacto. We zijn gewoon allemaal collega's. En ik probeer de juiste voorwaarden te scheppen voor mijn team om te zorgen dat zij excellente creatieve uitingen kunnen maken. Mooie website designs, mooie app designs, noem het allemaal maar op. En ook help ik klanten vanuit mijn eigen rol, met name richting scherpe rebranding en positioneringstrajecten in het algemeen. Michiel, deze podcast is nog vrij jong, maar we hebben wel één traditie. Die traditie is, je moet ons iets vertellen wat de mensheid nog niet weet van jou. Nou, de mensheid lijkt me wat veel, want er waren behoorlijk wat mensen bij. Maar ik ben een keer tweede geworden bij een uit de maat danswedstrijd. Een wat? Een uit de maat danswedstrijd. Ja, het was een grapje van een DJ-duo. Ze zijn uiteindelijk best bekend geworden, Wipneus en Pim. Misschien voor de Nederlandse luisteraars wat bekender. En een onderdeel van hun show was om mensen uit de maat te laten dansen op een liedje. En als je dan tweede wordt, dat is best erg. Spijtig dat dit een podcast is en geen video, want anders mocht je het even voordoen. Zeker. Had ik ook graag gedaan. Matthias, heb jij recent nog iets spectaculair meegemaakt sinds de vorige opname van deze podcast? Dat valt wel mee, maar toch een van de hoogtepunten sinds vorige podcast is dat we een evenement hebben gehad op Interact over conversational marketing. Vandaar dat ik er vandaag ook weer terug bij ben. Was veel volk aanwezig, interessante sprekers. Veel mensen die bleven plakken, dat is altijd een goed teken. Of de broodjes waren heel lekker, dat kan ook natuurlijk. Maar ik ben een tevreden man en ik ga zelfs wat takeaways ervan brengen. Oké, prima. Dat is eigenlijk een heel mooie brug. Dank u wel daarvoor, Matthias. Over naar item 1. Oké. Ik moet toegeven, Matthias, ik ben zelf een zeer zware fan van alles wat conversation marketing, chatbots aangaat. Omdat ik zelf een Google Home in huis heb, omdat ik gewoon mogelijkheden zie dat die chatbot heel veel communicatie kan overnemen. En natuurlijk is dat een dom gegeven, want die moet je perfect gaan programmeren. Semantiek kent hij niet, logische dingen kent hij misschien ook niet. Maar er kan wel heel veel communicatie weggenomen worden, denk ik, door chatbots, als het op een menselijke manier gebeurt. Maar ik ga zelf iets vertellen wat jij misschien niet graag hebt dat ik vertel. Mm-hmm. We hadden een event en je had een heel mooie intro voorbereid. Je had Google perfect geprepareerd dat hij zou zeggen wat het programma was die dag. Dat was een mooie opname van anderhalve minuut, denk ik. Ik heb mij heel fier in WhatsApp gestuurd van kijk, dit er wat ik gemaakt heb. Maar dan kwam het moment supreme dat je het wou laten afspelen voor iedereen. En natuurlijk kwamen toen de gekende woorden, daar kan ik je momenteel nog niet mee helpen. Dus Matthias, is het misschien niet, qua alles wat conversational marketing aangaat, too early, too soon? Er is sowieso, we zitten sowieso nog niet op de piekperiode natuurlijk. En je merkt ook dat die systemen elke dag beter en beter worden. Ik heb ondertussen ook achterhaald waarom het systeem die dag gefaald heeft. Dat is die mooie Google Home die daar staat. In een lege zaal werkt die perfect, maar dan heb je plots 50 mensen in je zaal, een kleine roezemoes, en dan heeft de micro het toch plots heel lastig om alles juist te herkennen. Dus dat zijn weer learnings en die zullen er ook wel weer gaandeweg uitgaan. Maar ik zie nog altijd het potentieel van de technologie. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we misschien even toch een onderscheid maken tussen chatbots en conversational marketing. Want er zijn heel veel dingen die over dezelfde kam worden geschoren, maar toch verschillend in zaken zijn. Je hebt enerzijds onder conversational marketing de chatbots met machine learning algoritmes die automatisch een antwoord geven. Maar je hebt ook bijvoorbeeld live chats, die al langer ingeburgerd is. Rechts onder de website, je praat met een helpdesk-medewerker. Maar bijvoorbeeld voice assistants, de Google Home, bij je thuis of op je gsm, die hoort daar inderdaad ook bij. Het is gewoon een term die heel breed wordt gebruikt voor alles wat te maken heeft met alles wat er niet een formulier is op een website, maar eigenlijk in conversatie, in communicatiewetenschappen gewijs, die term te gebruiken. Op het event heb ik iets van jou geleerd. Ik heb ondertussen al heel veel dingen van jou geleerd, Matthias, maar ik heb één ding bijgehouden van het event dat je gehad hebt. Was het cijfer dat je meedeelde van
ja, hoeveel je eigenlijk in audio kan steken. Ik ben zelf een heel harde fan van WhatsApp audio, van audioberichten door te sturen in WhatsApp, omdat je op heel snelle termijn heel veel communicatie kan overbrengen. En ook de ontvanger opent het wanneer hij wilt, kan het afspelen, hoe vaak hij wilt. Wat was dat cijfer nu weer exact? Wel, als ik me goed herinner, als je gewoon praat, of het nu een chatbot is of een voicebericht, kan je tot 270 woorden per minuut halen. Terwijl als je aan het typen bent en je kan, ben een goed geoefend typer met tactile les en dat soort zaken, dan zou je gemiddeld een 41 woorden per minuut halen. Dus je kan gewoon heel wat meer informatie doorbrengen door het gewoon uit te spreken. En bovendien, ja, sprekend, je zegt het zelf, je kan het in de auto doen, je kan eigenlijk multitasken in de keuken, terwijl je handen vuil zijn, doe je gewoon een gespraakbericht en je kan een hele uitleg van 5 minuten doen, terwijl je toch je pataten aan het schillen bent, Dieter. Dat is waar. Michiel, pataten, zeggen ze dat bij jullie eigenlijk? Wij zouden gewoon aardappels. Ja. Heb jij een Google Home thuis dan? Nee, ik heb wel van die Sonos-kastjes, daar zit dan wel de Google Assistant in verstopt, volgens mij. Maar je hebt die afstaan, bedoel. Ik heb die afstaan, ja. Ik vind het toch wat eng. In Nederland is een uitgebreide uitzending geweest over allerlei innovaties van Alexander Klupping. Dat is een wel bekende technology-expert in Nederland. En die heeft dat op nationale tv uitgelegd dat hij het zelf uitzet. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat me bezighoudt. Niet dat er bij ons thuis hele gevaarlijke dingen worden gezegd, maar ja, op een of andere manier weerhoudt me dat om het echt te embedden in mijn leven. En ik denk dat veel mensen die angst wel een beetje voelen. Tegelijkertijd gebruik ik wel Siri. En vraag ik overal, hey, waar moet ik naartoe? Of bij wijze van spreken, ik rij in de auto en ik denk, dit wil ik eten vanavond. Dan ga ik op zoek naar een slager die dat heeft. Maar dat doe ik dan bij Siri. En daar heeft Siri nog best wel wat moeite mee, moet ik eerlijk bekennen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ga eerlijk zijn, ik heb er thuis 2 staan. Ik ben daar eigenlijk heel blij mee. Ik overweeg van elk van mijn kinderen eentje te geven. En dat is een beetje uit misschien toekomstvisie. Want ik was zelf heel blij, of als ik terugkijk, dat ik eigenlijk vrij snel een computer bij mij thuis heb staan. En ik denk dat ik daar wel de vruchten van heb geplukt van in GeoCities websites te bouwen destijds. En dus toch wel vrij snel te weten van wat kan zo'n machine allemaal. En als ik dan kijk vandaag, mijn kinderen, die kijken absoluut niet het weerbericht, maar die vragen wel elke dag aan Google welke weer zal het morgen worden. Krijgen ze een mooi antwoord op of de meest gebruikte feature is hoeveel dagen is het nog tot 24 april bijvoorbeeld. Want dan zegt Google hoeveel dagen het is tot hun verjaardag. En dat weten ze heel goed. Maar ik denk ook gewoon, ik heb pas de film Ad Astra gezien. En daar zie je dan ook gewoon in dat het niet meer dan logisch is in de toekomst. En dan gaat het over een heel verre toekomst. Maar ik denk gewoon, als wij even rationeel nadenken, hoe dom is het dat wij een computer voederen door onze vingers te gebruiken en iets in te tippen. En op ons 45ste allemaal reuma hebben aan onze vingers, denk ik. Dus dat is gewoon veel logischer dat je gaat praten, denk ik. Ja, het feit, de Super Bowl is een tijdje geleden achter de rug geweest ondertussen. Wat kostte de prijs voor 30 seconden reclamespot? Het was een paar miljoen. Ja. Apple doet daar een spotje van 1,5 minuut over een voice assistant. Amazon doet het, Google doet het. Dus ze zetten er allemaal toch volop in en zeggen, als het in Amerika regent, dan druppelt het in België. En we zijn dan wat benadeeld met onze Nederlandse taal, denk ik. Maar ik denk dat we inderdaad aan het begin van de curve staan, maar dat we de komende 5 of 10 jaar nog heel veel handige dingen gaan zien gebeuren. Nou, mijn kinderen gebruiken bijvoorbeeld wel heel veel de spraakassistent op de afstandsbediening van de tv. En daarmee zoeken zij dagelijks tientallen YouTube-filmpjes op. Ja, ze kunnen nog niet zo goed schrijven en typen, dus dat voordeel heb je dan ook. Dus het werkt analfabetisme wellicht in de hand. Bij mij zat hij in de keuken en ik gebruik het heel veel voor zo kooktijden. Wat zijn de kooktijden van wortelen bijvoorbeeld? Ik vergeet het elke keer, ik ben heel vergeetachtig. Ja. En daar is het gewoon super handig voor, want anders moet je de gsm nemen, je handen afdrogen, kunnen googlen en nu kan je het gewoon vragen. Ja, de handen zijn vrij, hè, dus dat is fijn. Ik ga de obligate kritische vraag stellen, die moet er ook zijn. Is het niet net heel eng? En eng bedoel ik misschien niet in de zin van dat het iets is om angst van te hebben, maar dat het iets is van je krijgt maar één antwoord. En als je iets gaat googlen van achter je computer of op je telefoon, dan kan je zelf nog kiezen wat het antwoord is. Krijg je daar, Google serveert jou nog altijd antwoorden, of Apple serveert jou antwoorden. Maar als je één keer aan Siri iets vraagt, of als je één keer aan Alexa iets vraagt van Google Assistant, dan zal er maar één antwoord zijn. Hebben jullie daar niet wat schrik van? Er zijn sowieso nog een aantal praktische en waarschijnlijk ook wel ethische en filosofische problemen die erbij komen te kijken. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te weten
hoe dat je de app gebruikt. Want het voorbeeld dat je nu geeft is effectief voice search. Je gaat eigenlijk een Google-opdracht doen op basis van de zaken die je zegt. Maar je hebt ook heel veel, moet ik het zeggen, apps op de voice. Dat je zegt van, oké, Google praat met Intracto bijvoorbeeld. En dan Google zegt, oké, we praten met Intracto. En dat je eigenlijk binnen een afgeschermde omgeving zit waar je heel specifieke functionaliteiten kan gaan doen en veel meer context kan gaan geven. Dus ja, je hebt gelijk, maar dat is net zoals je inderdaad fake SEO en dat soort zaken op je zoekopdrachten resultaten kunnen vervuilen. Dan heb je inderdaad wel het overzicht om toch iets kritischer te kijken. Dus dat is zeker een probleem dat we moeten oplossen, maar ik denk dat voorlopig naar mijn aanvoelen de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Maar als we gaan kijken naar het advertentiemodel van Google, waar zij veel centjes mee verdienen, is natuurlijk, als het wat SEA aangaat, ja, ze gaan qua voice niet zoveel centjes kunnen gaan verdienen, denk ik, Matthias. Er zijn al heel veel blogberichten over geschreven van wat daar de strategie van Google zou zijn. Ik zou het zelf ook niet weten hoe dat ze ermee gaan omgaan. Ik ben ook erg benieuwd op wat op dat vlak de toekomst gaat brengen. Dus ik zeg, we staan nog in de kinderschoenen, er gaat nog heel veel gebeuren, heel veel veranderen. En er zijn een aantal vragen die je stelt die ik zelf ook nog heb. Dus als je de massa hebt, dan kan je sowieso een verdienmodel wel vinden, denk ik. Ja. Stel, je bent een bedrijf en je zegt vandaag, ik wil daar... Allee, je hebt zelf gezegd, er waren veel mensen met vragen, bedrijven die vragen hadden van ja, ik wil er dieper mee gaan, ik wil er verder mee gaan. Hoe zou je vandaag de dag een bedrijf adviseren van daarmee te starten? Mijn advies is in deze fase van, beschouw het echt als een experiment. Hè. Je gaat sowieso kleine succesjes boeken, maar zet niet al je geld op deze technologie. Ik denk dat nu echt een ideale periode is om de technologie te leren kennen, hoe dat zou kunnen werken voor jouw bedrijf, jouw dienst, hoe je het kan inzetten en zorg dat je bij een van de eerste bent, zodat als je concurrenten ook hier de markt betreden, dat je eigenlijk niet achterloopt. Dus ik adviseer de klanten altijd, beschouw het als nu een experimentele, conceptuele fase om te ontdekken wat het voor jou kan betekenen. Ja, oké. Jij zou Matthias Vissers niet zijn als je er ook geen whitepaper zou over geschreven hebben al. Klopt dat? Dat klopt. Dus als je daar toch meer wilt over weten, op de website van Intracto, bovenaan staat een mooi knopje whitepapers. Er staan er twee zelfs op. Eentje over voice SEO, hoe je website helemaal klaar kan maken voor zoekopdrachten op Google. En anderzijds wat de voor- en nadelen zijn van geautomatiseerde chatbots en hoe je die kan inzetten in je bedrijf. Een laatste vraag over dit item. B2B of B2C, tot wat leent zich het meest? Hangt van de context en de situatie af. Je zou geneigd zijn om direct te zeggen B2C, maar ik kan toch ook een aantal scenario's bedenken. Daarom misschien niet met de hardwareapparaten zoals Google Home in je huis, maar wel de assistant die op je telefoon staat, die bijvoorbeeld in een bedrijfscontext mensen op de baan, vertegenwoordigers, techniekers, handenvrij kunnen helpen tijdens het uitvoeren van een taak, om zo eigenlijk via conversational bots en automatische bots eigenlijk de handen te ontlichten, terwijl ze eigenlijk kunnen investeren terwijl dat ze, of werken terwijl dat ze toch informatie krijgen die nodig is om hun job uit te oefenen. Wat nog wel een ding zou kunnen zijn, aansluitend hierop, is dat je nu steeds meer mensen ziet met AirPods. En de nieuwe generatie die haalt zijn telefoon niet meer uit zijn zak om opdrachten te doen. Dus die doen dus voice search via die AirPods. Ja. En ik denk dat die technologie, gecombineerd met dat cijfer van API-server, dat 72% van alle transacties in de B2B over 5 jaar ook via mobiel gaat. Ja, ik kan me niet voor anders voorstellen dan dat iemand die hier inkopen doet, die loopt hier door de gang in te kopen daar. Ja. Oké, top. Heel interessant. Dan gaan we naar het volgende item. B2B e-commerce. Michiel, ik heb een vraag voor jou. Waarom hebben we eigenlijk B2B en e-commerce? Dat lijken twee gangbare begrippen die op zich niet zo heel sexy zijn. En toch hebben we dat hier op onze agenda gezet vandaag. Waarom is het? Nou, B2B en e-commerce is toch wat nieuwer dan B2C en e-commerce. En in die laatste, waar we gewoon de klanten, hè, wat we zelf ook altijd zijn, proberen te benaderen met het verkopen van onze spullen en diensten. Daar zie je eigenlijk dat die drempeloze klantreis steeds beter georganiseerd wordt. En als je kijkt hoe dat in de B2B-wereld is, daar lijkt dat allemaal veel complexer. Je hebt een grote DMU, dus de Decision Making Unit. Dus we moeten niet in ons eentje iets beslissen, maar dat doen we eigenlijk met een hele groep. Complexe proces, we hebben een heel complex product. Eigenlijk allerlei drogredenen lijken het bijna om ermee te gaan beginnen. En het is tijd dat we onze klanten op scherp zetten om te kijken hoe zij hun dienstverlening, hun producten ook digitaal aan de man kunnen gaan brengen.
In Nederland heb je zelfs pas een award gewonnen, de Dutch Design Awards, dacht ik. Ja, het is toch al ietsje meer dan een half jaar geleden, maar we zijn er nog elke dag trots op. We hebben een DIA, Dutch Interactive Award, gewonnen voor een B2B e-commerce case. Ja. En voor welke klant was dat? Dat was voor Bergfans en zij maken deuren. Heel spannend product, zou je zeggen. Maar, wat maakt het zo speciaal dan? Wat heeft er dan het verschil gemaakt? Nou, de bouw staat sowieso al bekend. Het zal in België niet veel anders zijn als een traditionele branche, een sector. En Bergfans is erin geslaagd om eigenlijk in ietsje meer dan een jaar een bepaald onderdeel van hun totale productaanbod helemaal te digitaliseren. En ja, dat is voor hun echt een enorme stap geweest. Dus ze hebben flink veel lef getoond en we hebben met deze digitalisering hebben we eigenlijk het bedrijf op een nieuwe koers kunnen helpen. Ik heb de webshop gezien en wat me opviel was dat het geen klassieke webshop was. Dus het was zo meer een configurator. Ja. En dat ligt ook in lijn met mijn aanvoelen met de klanten die we hier bij Interactive in België hebben, is dat B2B e-commerce meestal niet zomaar een webshop is die achter slot en grendel zit voor vaste klanten. Maar het eerder echt nadenken is over slimme ideeën en hoe kunnen we echt service design gaan toepassen en meerwaarde gaan bedenken, met slimme ideeën komen om de klantrelatie eigenlijk makkelijker te maken. Ja. Nou, en die klantrelatie makkelijk maken, dat is hier denk ik wel de sleutel geweest. Dus je hebt een aannemer die bepaalt eigenlijk in nieuwbouwprojecten. In België mm-hmm. bouwen veel mensen mm-hmm. zelf hun huis volgens mij. Of dat zijn wat kleinere projecten. Bij ons worden hele wijken ongeveer in dezelfde stijl gebouwd. Dat gebeurt dan door één projectontwikkelaar. En die projectontwikkelaar die kiest eigenlijk een deurenleverancier. Nou, is dat Bergfans, hè, in de helft van de gevallen in Nederland ongeveer. Dan heeft die aannemer een enorme hoeveelheid deuren te configureren. En je zou denken, dan is de aannemer dus de klant. Maar nee, dat is natuurlijk uiteindelijk de koper van het huis. Want die mag zelf nog wat aanpassingen doen. Sterker nog, Bergfans wil dat. Want bij elke deur die ze aanpassen, zit er uiteindelijk een soort winst voor hun in. Dat mensen een duurdere klink, ja, een duurdere deurstijl, misschien wat glas erin, andere lijstjes, noem het allemaal maar op. Ik merkte ook op dat event dat we hadden, dat er heel veel, er zaten veel marketeers in de zaal. Het waren niet echt de zaakvoerders. En je merkte dat er een heel grote bereidheid was om te evolueren. Ja. Maar dan zag je die mensen ergens ook de wanhoop in hun ogen van, ik slaag er vandaag nog niet in. Ik wil wel, maar ik slaag er vandaag nog niet in. Wat zou je adviseren aan die mensen? Wat maakt het verschil om echt in gang te schieten? Je moet als organisatie een goed punt op de horizon hebben om om een koers te kunnen bepalen. Dus als jij wil overleven als de concurrentie hevig is bijvoorbeeld, dan kies je een bijzondere route. Nou, wij adviseren klanten dan vaak een soort B-hack te formuleren. Een big, hairy, audacious goal. Iets wat je eigenlijk niet denkt te kunnen gaan halen. Maar dan is het in ieder geval duidelijk waar je naartoe wil. En dan is het gewoon beginnen met stap 1. En voor Bergfans was het heel belangrijk om die case er nog maar eens bij te pakken. Dat zij heel erg goed hebben gekeken naar wie is nou onze klant. Dus is dat de aannemer of is dat de consument? Ja, ik zie bij ons een gelijkaardige case waar ik aan denk. We hebben een klant die eigenlijk in keukenbeslag werkt, Van Hoeken. Dus die werkt met, die werkt eigenlijk voor schrijnwerkers. Die maken keukenmateriaal, voorgeplaatste lades en zo. En wat we daar gedaan hebben, is ze zorgen ervoor in een productieproces dat elke lade en elk onderdeel dat de fabriek verlaat voorzien is van een unieke QR-code. Zodat de installateur, wat in de meeste gevallen een schrijnwerker is, stel dat er toch iets kapot gaat bij installatie of bij levering, dat hij eigenlijk gewoon via een webapp gewoon de QR-code kan scannen en eigenlijk automatisch het beschadigde onderdeel opnieuw herbesteld wordt, wat uiteraard heel veel communicatie scheelt, misverstanden scheelt en zo verder. Dus dat is eigenlijk een heel klein probleem, een probleem dat veel tijd opvergt van de klantendienst, van de plaatser en zo verder, dat je toch op een heel eenvoudige manier kan oplossen. Ja, ik denk dat we dat soort gevallen ook nog tegen gaan komen. Hè. De Bergfansdeuren hebben allemaal wel een QR-code, ja. Dus daarin zit een match. Wat het uniek maakt, is dat het eigenlijk een drielagen systeem mm-hmm. is. Dus de aannemer kan in 5 minuten de webshop voor al die kopers van het huis, van een huis in zo'n project klaarzetten. Ja. Nou, dat is best snel. Het langste wat ze gemeten hebben is 20 minuten, dus dat is echt wel. Zien ze daar dan ook een stijging in verkoop in, effectief? Ja, absoluut. In ieder geval bij de pilot was het 100% meer upsell.
Dus dat mensen een duurdere deur kiezen. En dat zit ook in die configurator. Daar hebben we 1 miljoen mogelijkheden in. Mm-hmm. Ja, dat is lastig. Dus we hebben dat via een soort 3D-render gemaakt. Een heel cool ding. En ja, die genereert dus on the spot jouw deur. Dat is mooi. Die wanhopige marketeers trouwens. Hè. Ik vertel er altijd één dingetje tegen. En dat één ding is, ga met je baas praten en vraag of hij over 5 jaar meer gaat investeren in digitale communicatie. En dan denk je dat hij nagenoeg altijd zal antwoorden, ja, over 5 jaar ga je zeker meer investeren. En dan kan je meteen antwoorden, ah ja, waarom wacht je dan in godsnaam nog 5 jaar tegen jouw baas? Ik denk echt wel dat je dat ziet vandaag, dat mensen wel zien waar het naartoe gaat, maar schrik hebben om voor de trein te lopen. Maar de trein komt er wel degelijk aan, dus ik loop er liever voor, alleen niet te veel ervoor, maar toch liever ervoor dan erachter, denk ik. Ja, de resultaten die ik zie van B2B-webshops die we maken bij Interacto, in de brede zin van het woord, en dat zijn er wel wat, zijn toch altijd positieve resultaten. We kregen in begin januari nog feedback van een klant die nu 1 jaar zijn vernieuwde B2B-webshop had, puur gefocust op meer online verkoop, net om de klantendienst via mail en zelfs fax en zo te ontlasten. En bijna een verdubbeling van digitale order intake. Dus dat is enorm, hè. Dat wil niet zeggen dat ze per se meer verkopen, er zal wel een marge bij zitten. Maar gewoon de efficiëntie die je haalt en mensen die je intern kan vrijmaken om geen dom werknummer te doen, maar nuttig kan inzetten om echt klanten te helpen met andere belangrijke zaken. Dus technologie speelt daar een heel grote rol in, mm-hmm. denk ik, Matthias. Wat is jouw ultieme tip om aan te denken als je het over B2B en e-commerce hebt qua technologie? Waar moeten mensen zeker aan denken, op voorhand of tijdens of na? Ik denk dat het belangrijk is, en dat vergeten vaak mensen, om met elke afdeling te gaan praten, want je moet iedereen mee aan boord hebben. De salesmensen van hoe verloopt een salesproces, de mensen van de klantendienst, de mensen van de logistiek, komen er veel zaken terug en zo verder, hoe kunnen we dat oplossen? Maar ook van het technische architectuurstandpunt, heel veel bedrijven zitten met grote ERP-systemen die niet vaak makkelijk te integreren zijn. Dat je ook daar gaat denken over architectuur, hoe ga ik alles met elkaar koppelen, waar we echt die evolutie zien van microservices, waar je eigenlijk alles heel makkelijk gaat opknippen om snel te kunnen schakelen en heel flexibel te zijn en hoe je systemen met elkaar te laten babbelen. Dus. Ik heb Peter Hinsen aan het werk gezien recent. Ik dacht altijd van sprekers zijn maar sprekers, tot ik Peter Hinsen bezig hoorde. Ik vond hem echt wel heel sterk en ik hing helemaal aan zijn lippen. En een van de dingen die ik zeker onthouden heb, is in zijn boek, in zijn laatste boek had hij het over the shit of yesterday. Mm-hmm. En dat zie je wel heel vaak in B2B-bedrijven, dat ze met the shit of yesterday hebben te kampen. En zeker qua technologiearchitectuur, dat wij allemaal denken van, ja, maar dat kan toch zo snel opgelost worden. Mm-hmm. Maar dan hoor je alle shit of yesterday en dan is het wel andere koek, Michiel. Nou ja, de legacy, dat is volgens mij de shit of yesterday, zoals hij het omschrijft. Daar hebben veel bedrijven mee te kampen. Maar dat is nou, ja, weet je, voor heel veel bedrijven die beginnen met e-commerce, is een jaar later de e-commerce omgeving eigenlijk hun belangrijkste verkoopkanaal aan het worden. Dat is niet voor iedere industrie, maar dat zie je toch wel echt heel vaak terugkomen. Dus die investering die je doet, en die grijpt echt wel diep in, hè, dat realiseer ik en realiseren wij ons allemaal elke dag weer, die moet je wel doen. Wij zien nu dat een klant, noem ik even geen naam, want het is best wel precair, maar die zijn zich nu aan het voorbereiden, zijn nu hun ERP-systemen aan het updaten, zodat zij in 2021 de e-commerce volledige journey digitaal kunnen gaan doen. Dat is flink investering. Ik denk dat het ook een kwestie is vaak van dingen op klein te bekijken. Inderdaad, als je zegt, we kunnen de ERP, we moeten de ERP upgraden en dat duurt nog 2 jaar. Dat je ook het lef moet durven hebben om daar voorlopig, weten dat je terug gaat weggooien, een kleine tool bovenop te bouwen of een kleine laag te bouwen, om toch al te kunnen starten, experimenteren met het idee dat je hebt, dat je geen 2 jaar verliest, maar dat je, al is het maar een light versie of een MVP-versie, kunt testen in de markt zetten, ondertussen achter de schermen alles klaarzetten, om dan nadien alles finaal goed te zetten, zodat je over 2 jaar niet opnieuw shit van yesterday hebt. Nou ja, en zelfs bij zo'n kleine test is het denk ik van belang om toch je hele organisatie mee te nemen in zo'n proces. Hè? Kijk, de afdeling sales, zeker in B2B, die vindt het heel belangrijk om dat persoonlijke contact zo goed mogelijk te houden. Dus je moet ook nadenken over hoe je dat op een digitale manier kunt ondersteunen. Want zo moet je het wel blijven zien. Het is nooit helemaal vervangen. Nee. Jongens, top, heel interessant, maar tempus fugit. We gaan over naar het derde item, de podcast. Het is een beetje absurd dat we in een podcast van de podcast gaan hebben, maar tegelijkertijd, mijn enthousiasme voor deze reeks groeit eigenlijk met de dag, zo niet met het uur.
omdat het best wel leuk is. Een blogpost uitschrijven, daar ga je echt, ben je lang mee bezig en dan staat dit woord wel goed. En dit is gewoon het gesproken woord, één en take. Allee, hier en daar wordt er wat gefoefeld, maar ja, het gaat 7 keer zo snel, hoorde ik net van mij. Kijk, voilà, het gaat 7 keer zo snel. Dus dit is een ongelooflijk fijn format, maar je merkt tegelijkertijd 2 dingen, denk ik. A, dat er heel veel podcasts aan het opkomen zijn. Mm-hmm. Opeens is er een overaanbod waarin wij graag aan meedoen. Maar tegelijkertijd heb je ook heel veel mensen die wel benieuwd zijn hierna. Ik geloof zelf sterk dat eender welk bedrijf heeft zijn community, heeft zijn niche, heeft zijn netwerk. Wat is er nu moeilijk of niet moeilijk aan zo'n podcast, Matthias? Jij hebt het meeste ervaring dat je achter de schermen de tweaks van deze podcast doet. Mm-hmm. Vertel eens, hoe werkt dat? Wel, ik denk dat het sowieso niet moeilijk is. Technisch is het al helemaal niet moeilijk. Ik wil niet te diep ingaan op al het materiaal, maar de set die we hier hebben is geen rocket science, het is semi-professioneel materiaal. Niet een super grote aankoopinvestering. En je kan zelfs als je huis- en keukenpodcast wilt maken, kan je het eigenlijk zelfs gewoon met je iPhone doen. Nee, dan ga ik je toch moeten onderbreken. Ben ik het helemaal niet mee akkoord. Ja, oké. Okay. Echt niet akkoord. Waarom? Ik ben dus inderdaad mij aan het verdiepen in de materie van de podcast. En ik haak echt af van zodra ik te veel gekraak hoor, ben ik helemaal weg. Dus dan wil ik niet langer luisteren, had u maar beter materiaal moeten kopen. Ja, ik denk dat Nick ook niet altijd aan het materiaal ligt. Sowieso, met een semi-professioneel micro krijg je uiteraard betere geluidskwaliteit dan een iPhone, zal ik maar zeggen. Maar de omgeving doet heel veel natuurlijk. Als je inderdaad maar een iPhone of een smartphone hebt in combinatie met een hele rommelige ruimte waar nog eens ambulances passeren en verkeer passeren en airco's staan te draaien, dan wordt het natuurlijk wel lastig. Dat is ook de reden dat we hier niet in het Intracto-gebouw zitten waar het constant airco's staan te zoomen, maar dat we hier in een mooie, stille fotostudio zitten waar we geen omgevingslawaai hebben. Je hebt het over semi-professioneel materiaal en de kost. Ik ben vrij zeker dat de mensen willen weten wat onze investeringskost is geweest qua materiaal om dit te doen. Ik denk dat de investeringskost voor al het audiomateriaal een goede €1000 is geweest. Michiel, is dat wat jij verwacht had, €1000? Nou ja, 3 microfoons, een mooi audio-koppelapparaat. Ik ben niet zo technisch. Ik had wel zoiets verwacht. Eigenlijk. En dat ding opnemen dan, Matthias? We zitten hier nu met 3 rond de tafel, dat duurt 30, 40 minuten. Mm-hmm. En wat dan? Hoe gaat het met die distributie van zo'n podcast? De distributie op zich is eigenlijk ook weer relatief eenvoudig. Je zou in principe de mp3-bestandjes, zal ik maar zeggen, gewoon op je webserver kunnen plaatsen. Maar het is toch aangeraden om daar professionele platformen voor te gebruiken. Er bestaan er 12 in een dozijn, waarmee je eigenlijk je opnamebestand gewoon kan uploaden. Je zet je foto erbij, je zet je omschrijving erbij. En die software in de cloud zorgt er dan eigenlijk voor dat je podcast automatisch terechtkomt bij Apple, Google, Spotify en zo verder. Dus het is allemaal relatief eenvoudig. Je hebt trouwens ook geen dure editing software nodig. Er zijn ook genoeg tools opnieuw op het web dat je gewoon web-based eigenlijk je aflevering kan monteren en bijsturen. Uiteraard hebben die niet zoveel mogelijkheden als een professionele Adobe bijvoorbeeld, maar het is maar wat je wilt. Dus de drempel is laag en je kan altijd professioneler en professioneler gaan, maar dat is hetzelfde met vlogging natuurlijk. Je zegt 12 in een dozijn tools zijn er. Welke hebben wij van dat dozijn genomen? Wij gebruiken Buzzsprout. En waarom ben je daar een fan van? Ik heb de tools even naast elkaar vergeleken. Ik zeg dat dan altijd even in een Excel vergelijken met prijs, dat functionaliteit. Doe je wel, ja. Je bent een Excel-mens. Ja. En dan kwam deze naar mijn aanvoelen er het beste uit, maar waarschijnlijk kan je daar ook weer urenlang discussie over voeren met andere podcasters. Over discussie gesproken, Shana bij ons op kantoor zei mij, Dieter, de vorige, ik vond hem goed, die duurt 43, 44 minuten, dacht ik, maar ik vind hem wat te lang. Toen ben ik gaan zeggen, wel Shana, misschien heb je gelijk, maar om de lakmoesproef te doen, ga ik even kijken wat de gemiddelde periode is dat mensen naar het werk in de wagen zitten, omdat ik eigenlijk vind dat hij zo lang zou moeten duren. En dan bleek onderzoek van SD Works, ere wie ere toekomt, bleek dat we ongeveer 45 à 47 minuten in de wagen zitten per dag. Dus dat pleit er voor mij toch voor om dit format ongeveer op een 30, 40 minuten te doen. Veel langer zou ik het niet laten, maar tegelijkertijd ook niet korter, want dan vind ik persoonlijk dat je naar een podcast moet gaan, dat je een video moet gaan opnemen, wat we hier eigenlijk ook aan het proberen zijn, maar ergens voel je dat wringt. Niet, Michiel? Nou ja, ik denk dat het leuke van een podcast is dat je in de auto zit en je kiest ook voor selectieve kanalen. Er is zoveel, dus je wil dat sfeertje wil je hebben. En ik denk dat inhoud vergt concentratie. En ik weet niet, er zijn al zoveel talkshows. Ik ben het wel met je eens. Het mag iets langer zijn. Dus dan kun je net wat verder de diepte in dan bij een gemiddelde talkshow. En de investering is extreem laag.
Luister je zelf veel podcasts in de auto? Ja, het is vrij recent bij mij begonnen, die verslaving. En ja, ik luister er wel veel, ja. Het is eigenlijk grappig om te zien, want podcasts bestaan al, durf maar iets te zeggen, 10 jaar. Klopt. En zijn dan terug in stille dood gestorven. En nu sinds een jaar of 2, als ik er een getal moet opplakken, zie je terug echt die revival. En, ja, en zie je ze overal op. Ik vind het wel een interessante evolutie. Ja. Nou, in mijn vriendengroep, zo de, we hebben bij ons in het dorp is een kasteel afgebrand. Oké. Okay. Daar hebben ze pas vorig jaar is daar brand in het landhuis. Ik kan hem aanraden. Het is echt een thriller in 8 afleveringen, een podcast volgens mij. Ja, het is briljant om te luisteren. Maar ik woonde daar 50 meter vandaan, van die plek. Heel mystiek, heel moeilijk verhaal. En ja, het is echt zeer de moeite waard. En daardoor is iedereen om mij heen daar in ieder geval naar gaan luisteren. Je gaat toch eens kijken. En ik vind zelf dat eigenlijk minder interessant, vakinhoudelijk. Dat vind ik echt wel zeer de moeite. Ja, dat zie je nu echt. Hè. Ik zie dat met mijn vrouw ook. Het aanbod van podcasts is zo breed dat iedereen wel zijn gading vindt. En eens je dan een straatje in bent gegaan, ontdek je allemaal nieuwe huisjes. Dat is een beetje zoals ik ben beginnen YouTube kijken door Casey Neistat en nu verschillende vloggers volg. Dus je hebt zo 1 sparkle nodig om je op het platform te trekken, te leren kennen en dan kom je inderdaad in dat sneeuwbaleffect. Ik ga een beetje de troon ontbloten, misschien. Is dit gescript, jongens? Hebben wij dit allemaal uitgeschreven wat we aan het vertellen zijn? Er zit toch een bepaalde voorbereiding in. We hebben inderdaad bepaalde de topics bespreken we sowieso vooraf. Maar ik denk dat we allemaal bullet points voor onze neus hebben liggen. Degene die de video of de foto bekijken achteraf, zien ze liggen. Van de zaken die we toch zeker gezegd willen hebben, die belangrijk zijn om inhoudelijk waardevol te zijn. Maar voor de rest is het redelijk spontaan, denk ik. Ik heb niet zo heel veel gezegd van wat we hadden voorbereid. Maar ja, ik denk dat dat ook wel leuk is. Dan zit je wat meer in het gesprek. En ik denk dat leuk is om ik denk net dat dat de charme is. We hebben inderdaad wel bepaalde verhalen uitgeschreven. Maar je wilt net het persoonlijker maken. En dat is niet vasthouden aan je papier. Dat is naar links en naar rechts gaan met verhalen die op dat moment in je opkomen. Dat maakt het toch spontaan. Mm-hmm. En niet dat we hier een blad aan het aflezen zijn. Dat zou minder boeiend zijn. Waar zitten we op het blad juist, Dieter? Ik ben even de draad 17, kwijt. 17, ah, ja, 12. Okay, ja. Voor bedrijven, is dit ook iets voor bedrijven, vinden jullie? Zoals wij? Ik denk het wel. Ik zie inderdaad ook verschillende niche-podcasts opduiken. Je hebt heel veel populaire podcasts, denk maar aan Alex Agnew bijvoorbeeld, of Lieve Scheire. Maar ik zie er ook heel veel specifieke. Wat ik ook wel interessant vind om te zien, inderdaad, omdat je hebt dan misschien geen duizenden luisteraars, maar de honderden luisteraars die je dan hebt, die zijn wel heel interessant of die heel geïnteresseerd in het onderwerp, wat toelaat dat je heel diep kan gaan over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld Bokrijk Vaklab, dat gaat over vakmanschap en ondernemen bij vakmanschap. Die doen daar verschillende sessies over, mijn podcast nu ook. Wat een redelijk beperkte doelgroep is, maar wel super specifiek is en heel interessant is voor die mensen. Dus ik ben daar zeker een goede evolutie. Nou, een tip voor de mensen die allemaal in de B2B e-commerce en in de B2C e-commerce zitten, is de CMO Talk van Klaas Wijma. Er zit een behoorlijk commercieel randje aan. Okay. Ja, hij moet ook zijn boterham beleggen, denk ik dan maar. Maar hij heeft extreem interessante gasten. Dus van de CEO van Marktplaats, van ING, of de CMO van Marktplaats, ING, noem ze allemaal maar op. Ze komen allemaal langs. En dat maakt dat die gesprekken echt zeer interessant zijn. Ja. Wat is jouw favoriete podcast, Matthias? Ik ben een grote fan van Lieve Scheire in Nordland. Oké, goed. Ik luister graag, en dat is dan meteen ook weer heel bizar, De Tribune. En dat is eigenlijk gewoon een radioprogramma waarvan de mensen van Radio 1 beseft hebben, ah ja, eigenlijk maken wij hier allemaal wel podcasts. Heel onze dag vandaag is eigenlijk allemaal podcasts, want mensen willen het vooral kunnen beluisteren als we meer doen dan alleen maar plaatjes draaien. Op het moment dat zij zelf kiezen. Dat is zoals bijvoorbeeld Nieuwe Feiten op Radio 1. Ik vind het een razend interessant programma, maar onder de middag ben ik aan het eten. Maar ik vind het wel heel tof dat die elke aflevering op podcast hebben, dat ik achteraf in een auto naar Nieuwe Feiten kan luisteren. Ja. Dat is een echte weetjesman wordt verkwissen. Ja, in Nederland is dat BNR. Die wordt helemaal gepodcast, nog nageleverd als daar. Jongens, de tijd vliegt. Hè. Ik heb het al gezegd, maar ik ga het nog eens zeggen. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Iets wat jullie nog niet weten, is dat ik nog een slotronde heb voorbereid met vragen. En jullie moeten meteen een stelling kiezen. En een van de 3 stellingen mogen jullie daarna nog heel even toelichten. Dus ik heb 3 stellingen. Ik ga beginnen met jou, Michiel. En de eerste lijkt mij zo logisch als maar kan. België of Nederland? Nederland. Oei, daar moeten we het zeker nog over hebben. Item 2, Matthias of Dieter? Matthias. Daar moeten we het nog meer over hebben dan. En advertising of storytelling?
Storytelling. Kan je dan eens vertellen waarom je storytelling kiest daar? Als je het zo achter elkaar zegt, dan klinkt advertising toch meer iets wat gepusht wordt. En storytelling, dat klinkt veel meer als ik vertel wat ik wil vertellen. En als jij het leuk vindt, ga je luisteren. En op een bepaald moment kunnen we zaken gaan doen. De ongedwongenheid, dat past wel bij jou, denk ik. Het naturellen. Ja. Ja. Ook voor jou, Matthias, tv of YouTube? Toch nog tv, denk ik. Dat is bizar, daar verras je me aan. Classic. Amazon of bol.com? Bol.com. En jij moet niet kiezen tussen Michiel en mij, maar de vraag die ik voor jou had, technologie of marketing? Goeie, hè? Ja, ik vond het zelf ook een goeie. Ja. Ik zou zeggen, het kruispunt, daar gebeurt nee, de magie. Nee, dat gaan we niet doen. Geen consensus hier, een keuze maken. Dan denk ik toch marketing. Dankjewel. Dames en heren, bedankt wederom voor uw aandacht. Mocht u feedback hebben, graag. Matthias, ik, Herman, Michiel, wij volgen die inbox minuut per minuut op om feedback van jullie te ontvangen. Dus laat ons zeker weten via inopname@intracto.com. Je kan deze podcast vinden op Spotify, op Google Podcasts en Apple Podcasts. Kan je daar ook abonneren? Dat hoort erbij als influencer dat je dat zegt van abonneer je op onze podcast. En wij hopen jou snel terug te horen. Tot dan!